Structuren en werkarmen van de presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling zijn door Karel Eckhorst, Surinames hoofdonderhandelaar bij het IMF, geïnformeerd over de noodzaak om met ondersteuning van het fonds een economisch herstelprogramma uit te voeren. Dit informatiemoment heeft gisteren in aanwezigheid van president Chandrika Prasad Santokhi plaatsgevonden. Het team heeft als belangrijkste opdracht het staatshoofd te adviseren omtrent de opzet van een adequate organisatie, integrale aanpak van noden, duurzame armoedebestrijding en zelfredzaamheid van kansarmen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft positief gereageerd en steun toegezegd op het voorstel van de backlot om de filmsector te structureren naar internationale standaarden. Het voorstel houdt in dat een Suriname Film Commission wordt ingesteld, die geleid zal worden door een film commissioner. De Suriname Film Commissioner moet zorg dragen dat alle randvoorwaarden worden onderzocht en geanalyseerd en in protocollen en regelingen worden verwoord. De Surinaamse filmmakers kan zich dan goed voorbereiden op de stap in de internationale commerciële filmwereld. Het visserscollectief heeft noodkreten aangekaart bij minister Prahlad Seodin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De vissers menen dat hun opslag niet voldoende is voor de vissen die zijn gevangen. Daarnaast zitten zij ook met andere problemen zoals veiligheid op zee. Het ministerie van LVV gaat kustwacht inhuren tot eind dit jaar om op zee te patrouilleren waar activiteiten van de vissers plaatsvinden. De dreiging om van de Europese markt gehaald te worden kwam ook ter sprake. Minister Seodin zegt dat er oplossingen hiervoor zijn aangedragen door het departement. Volgende maand zal samen met Frans-Guyana van gedachten gewisseld worden hoe de controle op zee opgevoerd kan worden.